Goedenavond allemaal. Ik ben Etienne, Team Gerrit, Jurp. En gisteren ben ik bezig zoeken en heb ik aardig wat mooie vondsten gedaan, die jullie vanzelfsprekend zo meteen ook gaan zien. En deze vondsten gaan wij schoonmaken, beginnende met de Kapaan ultrasoonreiniging. En ik zal hem even laten zien aan jullie. Tada, daar is hij. Hier gaan wij het mee schoonmaken en we gaan zien wat de ultrasoonreiniger met onze munten gaat doen en de andere mooie vondsten. Nou, zoals jullie zien staat de Kapaan reiniger er klaar voor. En daar zullen we alle muntjes en de spullen mee gaan schoonmaken. Ik zal jullie ook even laten zien wat we ook gaan schoonmaken. Nou, dit is wat ik gisteren heb gevonden tijdens de zoekdag. En hier zullen wij een gedeelte van gaan schoonmaken en zullen we laten zien hoe schoon het wordt en wat we hierna kunnen zien op alle dingen. Ik zal ook de andere kant laten zien, want er zitten ook nog wat leukere dingen in. En als uitblinker natuurlijk vanzelfsprekend dit mooie object hier. Het is een koppelpassant en nou ja, jullie zien nu nog niet heel veel hierop, maar nadat die schoongemaakt is in de ultrasoonreiniger, weet ik zeker dat dit er een stuk beter uit gaat zien. Nou, we zullen hem eens even uitpakken. Ik zal het pakket eens even tevoorschijn gaan halen. Zo. Nou, de handleiding erbij. Dan kunnen we allemaal sowieso goed doorlezen. Het is allemaal geschreven in het Engels, dus dat is makkelijk te lezen en in het Duits. Dus daar komen we altijd wel uit. Dat is mooi. Verder. Nou, daar komt hij hoor. Mooi praat om te zien. Netjes. Makkelijk ingericht, degelijk. Mandje erbij. Ideaal. Plaatje om erin vast te zetten, zodat je makkelijk omhoog kan halen. Zo. Nou, ik zeg, hij is bijna klaar om te gaan en dan gaan we beginnen met het reinigen van de spullen en het testen van de Kapaan ultrasoonreiniger. Nou, zoals jullie kunnen zien, staat het water klaar, het bandje staat klaar en we mogen hem vullen tot aan het maximale streepje en dat zit hier, net onder het randje. Dus tot aan daar gaan we water vullen. En dan gaan we de koppelpassant schoonmaken. Ik haal er nog wel een beetje water nu al overheen, zodat het meeste vuil er al een beetje uit kan. Want anders is hij zo vervuild. En dan gaan we het daarna testen en dan gaan we eens even kijken. Nou, alles staat klaar. Hij is gevuld met water, deelt zo reinigen. We hebben de kop zand in het water zitten. En die is nu al een beetje nat, omdat ik net met het vorige filmpje even niet uit mijn woorden kwam. Dus dat daar vandaar het natte. Dus dat heeft 3 seconden geduurd. Dus we gaan het nu nog een keer proberen. En we doen dit. En we zetten hem aan en we gaan kijken wat het gaat opleveren. En we laten hem gaan even een minuut of 4 laten lopen. Maar duurt dit nogal te lang voor een filmpje. Dus als hij zo klaar is, dan zet ik de video weer aan en dan gaan we weer verder. Daar zijn we weer. We zijn nu een minuutje of 4 onderweg. En we gaan eens even kijken wat het resultaat is wat hij nu al heeft gereinigd. En nee, er zit toch wel aardig wat vuil in de bak, zoals jullie kunnen zien. Er zit toch wel aardig wat vuil in nog. Dus hij heeft er zeer zeker wel wat afgehaald. En we gaan eens even kijken. Even kijken of jullie het goed kunnen zien. Hier word ik toch wel vrolijk van. Heel gaaf. Hij is al een stuk schoner dan dat hij was. Ik ga het nog even verder proberen. Misschien met wat drift. En dan proberen we het nog 4 minuutjes. En dan zien jullie het zo weer. Maar ik ben nu al heel tevreden. Nou, we zijn weer een aardig stukje onderweg en we hebben weer een minuut of 4 er weer in gelegen.
Dan gaan we nu stopzetten. En dan gaan we weer kijken wat het resultaat is. Nou ja, zoals jullie kunnen zien, het water is goed vies. De zuip zijn best gedaan om zoveel mogelijk vuil eraf te halen. Laten we eens even kijken hoe de koppelpassant eruit ziet. Nou ja, hij is een aanzienlijk stuk schoner geworden. Ja, de aanslag, ja, dat gaan we er op een andere manier wel afhalen. Maar ik ben al heel tevreden met dit resultaat. En ik ben er heel blij mee dat ik deze gewonnen heb. Super vondst. Dan gaan we nu nog even wat muntjes reinigen. Zilver dubbeltje en nog wat andere munten, want we hadden er genoeg. En die zullen we zeker ook plaatsen bij de foto's in het filmpje. Nou, de muntjes zijn klaar. En we gaan eens even kijken of er wat zichtbaar op is. Het vuil is er wel aardig vanaf gekomen. Nou, dit vind ik wel heel erg gaaf. Dit is de grootste munt die ik gevonden heb. En dit is een 2 miljard. Hij is nog niet heel erg duidelijk. Maar ik weet zeker, hier gaan we nog wel wat moois onder vandaan halen. Het is een 2 miljard. En daarnaast heb ik gisteren ook gevonden. En daar ben ik nog blij mee. Ook een 1 miljard. Dus dan hebben we ze allebei. Super gaaf. Nu nog een keertje de 4 miljard. En dan ben ik helemaal tevreden. Maar ja, goed. Iemand altijd de bucketlist houden. Dus ik ben hier al heel blij mee. Super gaaf. Nou, ik ben inmiddels klaar met alles te reinigen. Met de ultrasoonreiniger van Kapaan. En ik moet zeggen, ik ben toch wel zeer tevreden over het resultaat. En ik vind dat iedereen moet gewoon in zijn assortiment gewoon een Kapaan ultrasoonreiniger hebben. Want hij reinigt alles zoals hij het hoort te doen. En het werkt gewoon prima. En het, kijk, het haalt niet alle aanslag eraf. Maar dat is ook logisch. Het is een ultrasoonreiniger. Dus daarna haal je de laatste dingetjes met een poetsmiddeltje of wat dan ook, als je dat zelf wil. De ene wel, de andere niet. Maar hij doet wat hij moet doen. Ik ben er dik tevreden over. Top. Dus haal er ook een, zou ik zeggen. Quistra Metal Detectors, your metal detector specialist for over 30 years.